Welkom bij SWO. Vandaag gaan we iets bijzonders doen. Mede in het kader van ons 25-jarig bestaan hebben wij een tal van activiteiten georganiseerd. En een van die activiteiten is zeg maar meedoen aan NL Doet. En in Nederland is NL Doet een fenomeen. Ik was pas geleden nog op Bonaire en daar hebben ze mooi Bon Doet. Dat is een heel Caribisch gebied. Dus daar wordt ook NL Doet gedaan, maar dan Bon Doet. En daar hebben ze 63 projecten in te doen in Bonaire. En ik geloof dat hier een stuk of 10 zijn totaal in Drimmelen. Maar in totaal hebben zo'n 40 mensen zich opgegeven om vandaag iets voor een ander te kunnen betekenen. En ik denk dat dat het ook de essentie is van vrijwilligerswerk. En bij SWO zijn we daar zeg maar toch wel redelijk expert in, durf ik wel te zeggen. En we hebben zo'n 213 vrijwilligers aan ons verbonden. Die zich wekelijks inzetten voor een ander. En eigenlijk, Peter, komen er een aantal dingen mooi samen vandaag. Hè? Want we hebben NL Doet als grootste vrijwilligersactie in Nederland. Wat vandaag gebeurt, het 25-jarig bestaan van SWO, wat jij al noemde. Onze grootste welzijnsorganisatie, maar ook een club met enorm veel vrijwilligers. Dus daar zit die verbinding ook. En volgens mij symboliseren we ook de samenwerking tussen gemeente aan de ene kant, SWO aan de andere kant en die vrijwilligers daartussenin. Heel mooi met elkaar door dit samen te doen. En dan vanuit mijn portefeuille is het heel mooi dat energietransitie een onderwerp is waar we vandaag ook mee aan de slag gaan. Ik heb twee linkerhanden, dus toen ik zag waar kan ik ingedeeld worden, dacht ik hoop dat ik gebak mag gaan eten met die mensen. Maar dan gaan we zo meteen vanzelf zien hoe dat gaat lopen. Vrijwilligers die gaan, vrijwilligers die staan, voor een betere maatschappij, voor jullie, jou en mij. Vrijwilligers die doen, in een heel groot legioen, met passie aan het werk, samen staan ze sterk. Vrijwilligers aan de slag, met een tranen, met een lach. Ze krijgen het voor elkaar, geen gemits en geen gemaar. Vrijwilligers zijn enthousiast, ze bijten zich steeds vast. De bezieling staat op één, ze doen het jaren achtereen. Initiatieven opgestart, alles vanuit het hart. Steeds weer heeft iemand een briljant idee. Vrijwilligers die zijn actief op elk terrein. Ze krijgen altijd mensen met zich mee. Vrijwilligers zijn held. Ze doen het niet voor geld, maar voor de wereld om hen heen. Voor het nut van iedereen. Vrijwilligers staan in Nederland voor heel veel goeds garant. Ik denk dat het voor nu heel goed is dat woonvizier, de gemeente en jullie natuurlijk de vrijwilligers, want daar gaat het om, dat die in ieder geval een stapje naar voren hebben gezet, bij anderen op bezoek zijn geweest, maar dat je ook aandacht hebt voor elkaar en dat je dan ook samen wel verder komt. Ja, dat ook. Dankjewel en dan gaan we nu maar even lekker borrelen.